Op de Eikenberg, op 50 kilometer van de streep, trekt de Nederlander Langeveld alleen in de aanval. Uit het peloton ontsnappen 11 renners op zoek naar Langeveld. Zijn er onder andere bij Roelands, hier vooraan Fletcher en Larsboom. In het peloton overlegt Tom Boonen intussen met wereldkampioen Hushovd en Klier. Ze kennen het verschil met leider Langeveld en de kopgroep niet echt. De renners rijden zonder oortjes. En ook Philippe Gilbert in korte mouwen in het gurenweer weet dat winnen niet voor vandaag zal zijn. Vooraan ontbindt Fletcher zijn duivels op de Paddenstraat op 30 kilometer van de streep. Iedereen moet passen, ook Jurgen Roelands. En Fletcher vliegt en rijdt alleen naar koploper Langeveld. En het blijft voortdurend opletten geblazen op het spekgladde wegdek. Kijk maar naar deze motor die wegglijdt. Gelukkig alleen maar blikschade. Op 15 kilometer van de streep sluit Fletcher aan bij Langeveld. We krijgen een heruitgave van de WK-finale Spanje-Nederland. In de laatste kilometer een zelden geziene surplace en dan toch een razendspannende sprint. En nu is het pas echt vol doortrekken. Fletcher erlangs, Fletcher erlangs, Fletcher erover. Wie gaat hem winnen, wie gaat hem winnen? Langeveld houdt het. Langeveld blijft voor Fletcher, maar het is nog niet gedaan. Het wordt kampen tot op de streep, het wordt kampen tot op de streep. En het is Fletcher die het gaat halen, zeker. Fletcher of Langeveld? Ik denk Langeveld. Langeveld wint. Een renner voelt wanneer hij gewonnen heeft. Al is het verschil heel erg klein met Fletcher, de winnaar van vorig jaar. Amper één Belg in de top 10. Roelands wordt negende. Voor Rabobank, de ploeg van Langeveld, is het al de 10e overwinning van het nog prille seizoen.